alles gebeurt in Bankstel. Het is weer vrijdagavond, bankstelavond. En vandaag is onze gast Sergio Eysel. En als ik Sergio Eysel zeg, zal je afvragen van, maar dat zoek maar naar Sergio Eysel. Wel, Sergio Eysel is diezelfde man van FC Kippen. Niemand is als mijn lieve Judeska. Zij is onvervangbaar. Zij is onvervangbaar? Ik ben onvervangbaar. Oh, dank u, je wat ik deze dag mag meemaken. Laat jongens, ben je aangenomen of niet? Wat doet dat, Kaloloa? Wie is die domme Judeska? Naldi, Naldi, je kent Naldi toch? Wel, vandaag zitten we met Naldi. Sergio Eysel, Sergio Eysel, alias Naldi. En zo heeft hij nog een heleboel andere personages. Maar vandaag gaan we met Sergio praten. Kijkers, welkom Sergio Eysel. Yes, yes, alias yes. Naldi. Midoro. Hoor nou, mijn regisseur is streng, maar ik, want ik heb iets nieuws geleerd. Hij is niet als manager, maar ik mag ook bepalen. Oh, oké, okay, mooi, mooi. Als mensen foto's met je willen komen maken, mogen ze gewoon foto's komen maken. Oké, nou daar zit hij, is goed. Ja? Mooi. Ja, prima. Dat is Nina Freda Meijer, hè. Oké, okay, ja, want hij zei me net dat niemand op de bank mocht komen. Nee, ze mogen gewoon foto's komen maken. Hoe kan gaat hij morgen weg? Ik blijf hier. Oké, okay, yes, Sergio. Yes. Ik wil je eigenlijk Naldi noemen, want ik heb je leren kennen van Naldi. Echt waar? Naldi, Naldi, Naldi. Maar hoor je dat Sergio? Ja, yes, Sergio. Hoor je dat Sergio? Naldi is een van de vele personen. Ja! Ja, en hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik dat? Ja, dat is mijn werk. Mm-hmm. En iets wat ik graag doe is kruipen in een andere rol. En het gaat me goed af, vooral komische rollen. Dus ja, man. Nee, maar kijk naar alleen je gezichtsstraat daar komen. Ja, meneer, loopt u maar gewoon door, hè. Jongen. Kijk, want we zitten hier, waar we zijn begonnen. Een heleboel mensen, kijk die man van KFC. Maar het is mooi inderdaad, om te zien. Inderdaad, nee, maar ik ben blij dat het zo goed bekeken wordt in leven. Mm-hmm. Vooral onder de jeugd. Mm-hmm. En omdat ik ook verschillende rollen doe, dan zie je dat uit alle lagen van de bevolking, laat me zeggen, lobby krijg. Oké, laten we kennis maken met Naldi. Welke personages heb je nog? Romeo Sanders en Flikker Maastricht, Timo uit het Klokhuis, Stanley Weintak. En ga zomaar door. Oké, okay, maar wie zit hier nu naast mij? Naast je zit Sergio Romero Eysel. Wanneer is hij geboren? Geboren in 1979 te Paramaribo. 25 april. Paramaribo? Yes. Serieus? Ja, man. Maar 25 april, dan april is Loma. Dus ik begrijp het niet helemaal. Oh, en Paramaribo? Mm-hmm. Ja, ik ben in Sint-Vincentius ziekenhuis geboren. Maar welke buurt heb je gewoond? Ik was 6 maanden toen ik naar Nederland kwam. Mama Kumbaté is begraven in de Weidestraat. Oh, Weidestraat. Dus is eigenlijk samen is in de buurt van nee, dingen was dingen. Oranje Laan. Hoe die andere? Die andere komiek. Toma. Rowee was Oranje Laan. Ja, adres toen was? Ik ga je eerlijk kunnen zeggen, ik ga het je niet kunnen zeggen. Weidestraat gewoon, weet je. Maar adres nu? Oh, nu? Ja. In Zuidoost woon ik. Amsterdam Zuidoost. Hier ben je ook op school gegaan? Hier ben ik ook op school gegaan. Ik ben opgegroeid in Amsterdam West, in Bos en Lommer. En toen ben ik op de middelbare school in Zuidoost gekomen. Hey, Amsterdam West, Bos en Lommer, daar in die buurt logeren wij nu. Serieus? Hoe is die straat weer? Lois. Lois van Treslons. Oh, mijn god, serieus? Is daar in die straat bij jou? Admiraal de Ruiterweg zat ik. Yes, daar reden we vaker langs. Daar ben ik opgegroeid. Daar ben je mijn last toe. Ja, ja. Daar ben je mijn last toe. Oké. Oké, heb je de school afgemaakt? Ja, zeker. Ik heb de middelbare school afgemaakt. Daarna ben ik naar de HBO gegaan, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Dat is de toneelschool en daar heb ik mijn acteursopleiding gedaan. Dus ik ben een afgestudeerd professioneel acteur. Maar eigenlijk, Junaf, bij volgende opleiding.
Nou ja, het heeft me in ieder geval wel geholpen om natuurlijk voor de onderhandeling is het altijd wel fijn om... Ja. Hey, maar zeg joh, ja. Hoe heb je jouw schoolperiode mogen ervaren? Hoor. Na de break. Ik hou het vast. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwa Nibai. Ah, mijn soukou Evert, papa. Evert, Mimatide. Nee, je post don't direct voor Gwena, papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal lang. Are, oma, ajaai. Hai, behoed. Srut, Evert. De snelle keuring. Srut, Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Pas heel lang op zoek naar de juiste wooninrichting voor mij. En je huis voelt natuurlijk pas echt als een thuis aan wanneer je een wooninrichting hebt die bij jou past. Een wooninrichting die niet alleen mooi is en functioneel, maar ook een van goede kwaliteit en betaalbaar. Morvan's Outlet heeft Europese outletmeubels en woonaccessoires van topkwaliteit tegen de
scherpste prijzen. Salontafels, kasten, sofas en nog veel meer. Met de juiste woonstijl voel je pas echt thuis. Morphin's Outlet. It's good to be home. Ja, en we zijn terug. En ze loopt netjes langs en ze vraagt beleefd, mag ik ook op tv? Zo, je bent nu op tv. Groet mooi. Hoe jullie ook? Groet jullie Suriname? Ik heet Giselle. Giselle. Hoi. Hou je van de tv? Ja. Oké. Ik ben net te kijken. Oké, kennen jullie hem? Ja. Van? Van? Blokhuis. Wat is het? Ja, FCQ. FCQ. Ja, FCQ. Met Judeska. Met Judeska. Oké, dankjewel. Dank jullie wel, hè. Yes. Ja. Oké. We gaan gewoon door, Zeker, het is op een bankstel waar het onderwerp goed zit. En vandaag zit het bijzonder goed. Want vandaag... Hey, non, wacht die toch. Sorry, laten we even proosten, want proost, dat was de keer. Proost. Yes, proost. Ja, mag ik verder? Wat ben je zeggen? Hoor, nou, vandaag proosten we ook het Oroyari van me. Regisseur plus manager plus cameraman. Nee, kijk hem daar staan. Daarom doet hij zo goed. Ja, man. Je hebt over daar. Ja, ja, daar doet hij zo streng. Ja, daarom is hij zo streng. Hij is morgen jarig. Oh. Morgen wordt hij 45. Wat? 45. Ik zal het hem niet geven, hoor. Dennis Dens, alvast gefeliciteerd. Want misschien zie ik je morgen niet. Maar ik begin je nu alvast te feliciteren. Geniet ervan. Maak er een mooie dag van. Hoor nou, Jerena, we gaan het bijzonder voor hem maken. Yes. Zing een verjaardagspokoe voor hem. Wat is zijn naam? Dennis Dens. Dennis Tapanjari Pipure. Komik prisi, dat zo ade. Dennis Tapanjari Pipure. Komik prisi, dat zo ade. Gefeliciteerd! Hey, wij gaan door! Yes. Wacht daar, San Brujaja. Ja, we waren gestopt bij een. Even rustig weer. Rust. Ik ga energie hebben! No man. Kom er jou. Jere nou. We waren gestopt bij je schoolervaringen. Ja. Nou, ik ben opgegroeid in West. Daar zat ik op de basisschool. Toen ik naar de middelbare school ging, ben ik naar het Zuidoost vertrokken. Daar heb ik op de MAVO-HAVO gezeten. En daar heb ik een redelijk ontspannen jeugd gehad, want ik ben toen begonnen omdat ik toen zoekende was, weet je, Nederland, Surinaams. En toen ben ik met een paar jongens in aanraking gekomen en toen zijn we een Surinaams bandje begonnen. Kauwina bandje. Oh, daarom is dat zing zo mooi, joh. Ik lees mijn lezing. Ik weet niet of je ze kent, de band Ondrovini. Ja, ik heb van die band gehoord. Een van de grondleggers samen met Giovanni SZ en met Eldridge en Quincy. Jullie daar hebben we toen dat opgezet. En daar zijn we eigenlijk een beetje mee gaan stoeien. En zijn we wereldberoemd geworden in de Bijlmer. Ja, Ondrovini. Mm-hmm. Welke hits hadden jullie? Mijn god, jeetje. Toen ze hits begonnen te maken, was ik eruit. Waarschijnlijk wel, als je het nu zo erover hebt, denk ik, maar eigenlijk wel. Het is niet om te lachen, hoor. Dan realiseer ik me nu ineens. Dus eigenlijk zegt ze, de man met Brizzy, dat ai. Dus dat, nou, maar, het succes is pas gekomen nadat ik weg ben gegaan. Oké,
Ezel, ja. Wat heb je gedaan op school dat je niet mocht doen? Wauw. Wegblijven. Nandi. Spijbelen. Ja. Ja, maar dat op de middelbare school, hè? Ik heb hem niet heel veel gespijbeld hoor, maar je weet toch, wegblijven of. Maar in het spijbelen, je bleef weg. Wat deed je? Wat deed ik? Je ging thuis? Nee, niet thuis. Je ging met Matties, we hadden gewoon geen zin om te gaan of zo naar de les. Of dan gingen we een bami kopen bij de toko, dan gingen we die opeten op de brug. Met z'n drieën, vieren. En dan... En je ouders zijn nooit erachter gekomen? No. Ja, hallo. Hi, hi. Hoe gaat het met jou? Hey, hey. Ja, ja. Dank je. Aha. Yes. Ja, ja, ja. Hey, go. Je bent bang. Wat voor zo'n student was je? Eentje die moest gaan. Dus ik was niet super ijverig van mezelf, omdat ik was zoekende. Dus ik omdat het moest, was ik aanwezig. Dus dat was het. Nee, maar je was niet geen kwaadaardige. Nee. Ik was de lolbroek. Oh, ik werd vaker uitgestuurd, weet je wel. Belhamer in de klas. Ja, ik kon wel een lolletje maken en dat werd niet altijd geapprecieerd door de docenten. Oké, wat heb je na je studie gedaan? Wat is het eerste dat je hebt gedaan na je studie? Welke studie? Na mijn middelbare studie? Nee, kijk, ik praat over... Je hebt eindelijk gezegd van, hey, ik stop met de school. Ik ga nu werken. Oh, ik ga nu dit doen. Ja, er was een periode na de middelbare school dat ik niet wist wat ik moest doen. Toen dacht ik, ben ik gaan werken. Mm-hmm. Ben ik in de kledingzaak gaan werken. Amici heette het toen. We verkochten we stropdassen, pakken, colberts. En dat vond ik leuk om te doen. Ik maakte etalages. Mm. Dus ik had gedacht van, ik wil in de kledingbranche terecht. Maar hoe ik daar een paar jaar had gewerkt, dacht ik... Niets voor mij. Dit is het niet. Weet je, mijn publiek was er niet. Ik kon een lolletje maken met de klant. Ik kon dingen verkopen, maar het was te weinig. Maar toen je weg bent gegaan, ja. Ben je gaan checken of die winkel meer is gaan verkopen? Volgens mij niet hoor. Echt niet. Want mensen kwamen graag... Liba bent met Wangmikit. Oh, dat bedoelde. Dat bedoelde ik. You daddy. Nee. So, het was echt een verlies. Een aderlating dat ik daar weg was. Hi. Wat doe je nu? Wat ik nu doe? Nu eventjes niks, maar op dit moment begin ik 25 augustus met een nieuw seizoen van Flikker Maastricht, waar ik agent Romeo Sanders speel. Oké, dit wat je nu doet toch? Ja. Acteur, acteren. Hoe lang doe je dat al? Mijn god, hoe lang doe ik dat al? Ik ben in 2004 afgestudeerd van de toneelschool, maar daarvoor was ik al bezig, dus ik ben eigenlijk zo... 20 jaar ben ik al bezig. Hoe ben je erin beland? Van kleins af aan wilde ik eigenlijk al iets doen met entertainment, weet je wel. Ik deed altijd mee met hoe heet die dingen? Dat je playback show en Michael Jackson vond ik leuk om te doen. Toen merkte ik dat ik had er feeling voor, maar ik vond het ook leuk om te doen. Dus eigenlijk is dat verder doorontwikkeld. Toen kwam ik in Zuidoost wonen met de band. Toen speelde ik voor publiek. Toen dacht ik, mijn god, dit is lekker. Publiek hebben, mensen entertainen. En daardoor is eigenlijk, dacht ik van, maar wat moet ik doen? Ik weet niet wat. Toen heb ik verschillende dingen gedaan. Toen ben ik bij acteren uitgekomen. En toen dacht ik, dit is het. Weet je? Aha, en wie heeft jou ontdekt? Wie heeft me ontdekt? Nou, laten we het zo zeggen. Ik ben, ik weet niet of jullie hem kennen, mensen hem kennen, het is een Antilliaanse acteur, ook Remy Sambo. Mm-hmm. Die ben ik gaan leren kennen, op een set en hij heeft me eigenlijk een beetje gestuurd naar de school om te gaan. Toen kwam ik terecht bij Alida Neslo, ik weet niet of jullie haar kennen? Nee. Ze woont nu in Suriname. Oh, ja, Neslo, Alida Neslo, Alida. Ja. En zij had samen met Henk John, zijn school, DNA was dat in Nieuw-Amsterdam, mm-hmm. was toen begonnen voor donkere acteurs. Mm-hmm. Die heb ik toen gedaan. Die school. Het was eigenlijk een soort fame. Kennen jullie toch die fame? Ja. Zo'n soort school was het. Het was echt strak. We kregen acrobatiek. We kregen schermlessen. Javaanse dans. Indiaanse dans. Moderne ballet. Alles kregen we. We werden klaargestoomd om een allround performer te worden. Mm-hmm. En daar is eigenlijk mijn liefde ontstaan voor acteren. Want ik kreeg acteren. En toen ben ik audities gaan doen. Want je hebt 4 grote toneelscholen in Nederland. Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Arnhem. En auditie gedaan, aangenomen. En vanaf daar ben ik eigenlijk mijn talent gaan ontwikkelen. Oké, had of heb je nog een idool? Ik had zeker een idool, want toen ik hier naar tv keek... Hai, hai.
Ja, je mag. Kom. Je mag. Kom. Je mag. Maar dan moet je een gedag tegen zeggen tegen Suriname. Mag. Stap Suriname. Ja, hallo. Nog een keer. Ik ga het even regelen. Even wachten. Och, even nog een keer. Goed zo. Maar jullie kwamen toch voor mij? Oh. Ja, ga je naast me zitten dan? Heb je slecht reclame gemaakt? Goed. Abo. Doei. Hoi. Je mag eventjes op de foto. Oh, ja, even snel een foto. Maar ja. Sorry hoor, maar. Hey, Sharon. Want dit mocht niet. Ja hoor, is goed hoor. Dankjewel. Alsjeblieft hè. Graag gedaan. Okay. Geniet van de dag. Hetzelfde. Oké, en dit is de papbankstel waar het onderwerp goed zit en het zit nog steeds goed. Zeker. Als je met populaire mensen bezig bent, ga je dit hebben. Sorry Bolly, ga je dit hebben? Sorry. Het spijt me, ik kan niet meer gebeuren. Hoor nou. Ja. Waar het met idolen. Ja, idolen bezig. Ja. Nou, ik, omdat ik van acteren hou. Dacht ik van wie zijn mijn idolen? Dus ik keek naar Amerika, ik keek naar Morgan Freeman, Sidney Poitier, Denzel Washington. Maar toen dacht ik, wie is hier mijn idool? En toen keek ik naar tv en toen zag ik Kenneth Herdegen. Ik ken Kenneth Herdegen. Ja, hij is hier in Holland toch? Hij is hier in Holland, hij is ook een acteur en een idool. Ja. Hij zegt eens Azad, hij was de eerste, een van de donkere acteurs die op tv was. Dus dat was voor mij mijn weerspiegeling, want er was te weinig in Nederland op tv. Dus dat motiveerde mij ook om dingen te doen. En nu zie ik gewoon, omdat ik mijn ding doe, zie ik dat ik ook andere jongeren inspireer. Nu zie je ook dat de tijden veranderen. Er komt veel meer donkere rollen zijn er. En dat vind ik mooi, dat ik bij kan dragen aan die ontwikkeling. Zo doen. Wat is jouw eerste rol geweest? Mijn eerste rol? Maar dat... Eerste rollen zijn altijd stereotype rollen. Aanrander, dief. Dat was mijn eerste rol in een politieserie waar Manushka Zegla Breedveld in speelde als agenten. Blauw heette dat. En daar speelde ik iemand die een meisje ging aanranden. Dat was mijn eerste tv-rolletje. Maar hoe was het je eerste keer? Spannend. Omdat zenuwachtig. Zenuwachtig. Foto. Sowieso, want je bent geïntimideerd van alles wat je eromheen ziet. Je ziet cameramensen, je ziet licht, je ziet geluid, je ziet witte de druk mensen. Is hoog. Alleen maar witte mensen. Het is geen, alleen maar nette mensen, alleen maar witte mensen. Dus, hi. Je bent toch niet in gesprek of zo? Nou ja, kijk, als je het ziet, je ziet met een Suriname op tv op dit moment. Ja, echt? Ja. Ja. Ja, jou. Ja. Dankjewel. Oké, we gaan gewoon rustig doen. Ja. Sorry, dit is echt een hoogte. Ja. Je sprak over die zenuwachtig. Ja, zenuwachtig. Je kent die film alleen maar nette mensen, ik zag alleen maar witte mensen. Want dat is iets wat wel moet veranderen en wat ik hoop dat gaat veranderen. Dat er ook zwarte cameramensen, regisseurs en die dingen. Die ontwikkeling is aan het gebeuren, maar het mag meer in ieder geval. Maar het was spannend, ik stond daar en natuurlijk maak je foutjes. En, maar goed, de eerste keer was... Kan je nog heugen of je een foto hebt gemaakt op de set die dag? Zeker. Welke foto was dat? Ik kwam niet... Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke telehuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-op. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.
Goedemiddag, papa. Are, Sanwan Ibai. Ah, mijn suku Evert, papa. Evert, die matide. Nee, jouw post don't direct op wena, papa. Srit, srit. Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, jai. Hai, behoed, behoed. Frit, frit, even. De snelle keuring. Frit, frit, even. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Milliliter, nu slechts 5,50 SRD. Pas heel lang op zoek naar de juiste wooninrichting voor mij. En je huis voelt natuurlijk pas echt als een thuis aan wanneer je een wooninrichting hebt die bij jou past. Een wooninrichting die niet alleen mooi is en functioneel, maar ook een van goede kwaliteit en betaalbaar. Morvan's Outlet heeft Europese outletmeubels en woonaccessoires van topkwaliteit tegen de scherpste prijzen. Salontafels, kasten, sofas en nog veel meer. Met de juiste woonstijl voel je pas echt thuis. Morvan's Outlet. It's good to be home. We gaan door. We waren gestopt bij fouten. Welke bij fouten? Ik geef niet graag fouten toe. Niemand niet, denk ik. Maar goed. Nee, mijn fout was, ik struikelde over mijn tekst.
en het druk wordt hoger, toch? Dus elke keer wanneer je tikt, zeg je doet het fout. Iedereen kijkt naar je. Het moet opnieuw. Oké, opnieuw. En het ging weer fout. Opnieuw. En het ging weer fout. Nou, het zweet droop me helemaal tot... Boy, het was echt verschrikkelijk. Totdat je uiteindelijk gewoon één take hebt waar het goed in is. En meestal is dat voldoende voor een film. Want dat monteren ze dan zo goed. Maar het voelde niet goed. Sergio, ik weet precies wat jij voelt. God. Want met deze man heb ik hetzelfde. Je man die druk met, is ook al. Met deze man. Hey, nee. Die look alleen probleem. Die look alleen probleem. Maar Sergio. Hi. Je ook stand-up? Nou, weet je wat het is? Ik heb er laatst aan na zitten denken, als ik een paar goede grappen heb. Ik denk dat ik het zou kunnen doen, maar het is echt een vak apart. Ik heb heel veel stand-up comedian vrienden. Weet je, het vraagt toch een andere concentratie. Het vraagt een ad remheid. Je moet daar staan. Je moet daar weet je, delivery, punchline. En ik kan komische rollen spelen, maar dat vraagt net iets meer. En ik denk dat ik het zou kunnen uiteindelijk, maar dat is... Nooit waar ik. Maar ze hebben je nooit benaderd? Nou ja, het is niet ooit benaderd. Je moet het vanuit jezelf doen. En ik ben altijd iemand geweest. Ik wilde heel graag een all-out acteur worden. In plaats van een stand-up comedian. Want ik wilde ook dramatische rollen kunnen spelen. Dus dat was mijn. Meer mijn insteek. Maar uiteindelijk, weet je, dingen die je makkelijk liggen, die ga je uiteindelijk spelen. En komische rollen, die liggen iets dichter bij mijn. Nee, maar je doet het karakter. Goed. Je doet het perfect. Maar heb je al een rol geweigerd? Geweigerd. Dus de man die een rol, die dacht van, no, dit is niets voor mij. Nou, weet je wat het is? Hier in Nederland heb je niet heel veel luxe om rollen te krijgen. Maar, nee, er zijn natuurlijk wel bepaalde rolletjes. Kijk, nu ben ik op een bepaald niveau gekomen dat ik sommige dingen daar ik voor bedank om niet te spelen. Zoals, weet je, als het niet goed voelt voor mij en... En het heeft iets met de discriminatie en racisme te maken. Tenzij het belangrijk is voor de rol om te spelen. Oké, en heb je een vaste groep waarmee je speelt? Nee, ik ben een freelancer zoals ze dat zeggen. Dus ik eigenlijk ben ik een soort van overal. Ik heb laatst bij een Wellmade Productions gespeeld. Beato Groep van Samora Bergtop en Ellen Tonameel. En zo hop ik weg. En dan zit ik weer bij een andere groep, Bonte Hond. En zo hop ik dus. Maar mijn vaste clubje is wel Klokhuis, waar ik al 10 jaar zit. En Flikker Massif, die ik al sinds 2007 doe. Oh, maar ik heb ook genoeg. Je hebt ook gehoord hoe die kinderen praten over FC Kids. Ik denk dat juist je vaste groep ja, was. Ja, nee, goed. Dat is één van mijn vaste groepjes. Oh. Want natuurlijk heb ik met Jan Dino hebben we dat hele ding. Hij heeft me er ooit bij gehaald toen hij dingen mocht maken. Jurgen Rijman gaf hem de kans om zijn programma te maken. En hij heeft mij er toen bij gehaald. En toen zijn we sketches gaan maken. Nou ja, dat is eigenlijk heel populair. Is dat Waarom zijn jullie gestopt? Nou, we zijn niet zozeer. Ja, we zijn gestopt in die zin dat Dino ging wat ja, de publieke bestel en de commerciële. En Dino is eigenlijk, ja, is echt heel groot geworden. En die is uiteindelijk naar de commerciële toegestapt en heeft met zijn eigen show zijn dingen gezet. Dus de sketches werden steeds minder. In die zin, dus ja, mijn rol werd steeds kleiner daar in die zin. En hoe is het met hem werken, met Jan Dino? Geweldig. Ja, het is, die man kan alles. En alles wat hij doet, verandert in goud. Echt waar. Ik ben echt een blessing om hem tegen te komen, bijgekomen. En we hebben nu al 2 films gemaakt die echt al zo goed hebben gedaan. Bombini Holland en FC Kip is ontploft op het internet. En ja, die sketches die ik met heb gedaan. Ik heb Stanley Weintraub is ook in een van die sketches die ik heb gedaan. Nou, tot de dag vandaag circuleert hij nog steeds op het internet en mensen zien het. Maar hoe voelt het aan, Sergio, om niet serieus genomen te worden? Want is dat alasma als ze je zien, willen ze je niet boos zien. Dat is waar. Toch? Dat klopt. Nou kijk, eigenlijk is het, ik ben een hele positief ingesteld die man. Heb ik gemerkt. Dus ik ga slapen met een glimlach, ik sta op met een glimlach. Dus je zou mij niet heel vaak boos zien. Dus mensen treffen me altijd wel in een goede bui. Maar ik snap wat je bedoelt, want iedereen associeert je natuurlijk met die blijerik, die vrolijker, die comedian. Maar heb je dat al gehad? Dat coalitie, het moet gebeuren. Zeker. Want soms sta je ergens, is dat weer toch, je voelt je niet lekker. Klopt. Maar dan wil men dat je, verwacht men van je dat je moet lachen. Heb je dat?
Kijk, ik heb natuurlijk één zinnetje die ik altijd zeg als mijn personage als Noti. Als jij wat zegt, dan geef ik het je terug. Ja, ja, ja. Nou, mensen willen altijd dat ik dat zinnetje zeg. Dat begint me wel op te breken soms. Daar heb ik niet altijd zin in. Maar als het een beetje een klein iemand is, een beetje een jong kind, en die wil het graag horen, dan wil ik het nog wel eens doen. Maar dat zijn wel dingen dat ik denk van, hi boy, niet weer. Maar heb je moeite om eenmaal 24 uur grappig te doen? Ja. Waarom? 24 uur ben ik wel erg lang, want ik slaap 8, 9 uur, dus... Nee, maar nee, ik heb geen moeite om niet grappig te doen, maar wel vrolijk te zijn. Vrolijk, grappig, ja. Vrolijk zijn is iets anders dan grappig doen. Want grappig doen, grappig je bent grappig. Nee, grappig moet ze, als je grappig moet doen, moet ze betalen. Grappig kost geld. Maar vrolijk zijn is gratis. Vrolijk zijn is gratis, zeker weten. Hey. Ja, jij bent van Mongo Project, toch? Ja, je bent op de camera nu, hè? Ja, oh, ja, ja, we zijn aan yes. Nee, maar wat je zei, vrolijk zijn is gratis. Nee. Grappig doen kost geld. Sergio, yes. Hoe staat het met je love life? Mijn god, daar tegen. Hoor. Ja, en we gaan door. Oh, wacht even. Ja, even snel een foto. Een selfie. Ja, even. Oh, wacht even, omgedraaid. Mooi. Je hebt deze. Yes. Yes. Ja, en dankjewel. Ja. Kan gebeuren. Yes. We zijn live hier op Papoe. We zijn live op Papoe en het is gewoon door. De sfeer is goed hier. Ja, heerlijk. Ja. Weer is goed. Jij bent goed. Alles is goed. Je love life. Mijn love life. Nou, ik heb een hele lieve... Verloofd op dit moment. Afgelopen december heb ik er gevraagd. En, op de knieën? Ja, ik ben op mijn knieën gegaan. Serieus, ja, zo romantisch ik, ja, nou, laten we zo zeggen. Ik had niet anders kunnen. Het had niet voor minder nog een motor. Want zij is romantisch ingesteld en ze wilde graag trouwen. Ik was altijd een beetje sceptisch over het trouwen, maar... Waarom? Nou ja... Laten we zeggen, trouwen. Het is niet iets wat ik hoog in mijn vanen laat. En mensen om me heen, ik had niet heel veel mensen om me heen die ook getrouwd waren. Mijn ouders waren ook niet getrouwd, gescheiden. In die zin. Dus ja, maar goed, dan krijgen jullie iemand kennen. Haar ouders zijn weer heel lang getrouwd. En die vinden het toch belangrijk. En na een aantal jaar zie je toch dat je iemand daar mee kan helpen. Wat, dat is het erg waardeerd. Dus uiteindelijk heb ik heel veel dingen moeten verzetten in mijn hoofd. En uiteindelijk is dat toch de vrouw waar ik mee wil zijn. Dat is een droom van een vrouw, hè? Ai. Om te trouwen. Heeft ze er plannen al gemaakt? Nou, die zijn hoe ik heb gevraagd. Boy! Is een beerpunt wat ik heb opengetrokken. Alle dingen die ik... Wat is het kostenplaatje? Wauw, nou ja, die, ik ben aan het sparen, laten we het zo zeggen. Je moet sneller rol krijgen. Ik ben aan het sparen. Ja man, een goede klapper slaan. Een goede klapper. Wanneer is het gepland? Nou ja, kijk, ze zeggen meestal als je vraagt, kan je niet langer dan een jaar of anderhalf jaar heb je het. Dus volgend jaar waarschijnlijk ergens in de zomer. Misschien het buitenland, misschien Suriname. Misschien ik hoop dat het Suriname wordt. Ja, want zij is Surinaams en haar ouders wonen daar. Oh, nee, dan wordt het Suriname. Nou, wat is Suriname? Suriname ergens in het binnenland. Nou, dat zou perfect zijn. Ja. En kostendekkend. Meld me als je komt. Oké. Meld me als je komt. Hé, maar hoor nou. Ja. Hoe gaat ze met jou om? Heel goed. Ze is echt een Surinaamse, dus in die zin maakt ze geen grap. Ja, dus dat bedoel ik. Want ze houdt me je kort. Je bent een populaire man. Ja, ja. En ja. Als je met haar ook voor straat loopt. Hoe gaat ze met die populariteit nou, in het begin vond ze het moeilijk, want ze kwam hier om te studeren. Maar ze heeft eigenlijk alles is daar in Suriname. Dus, en gelukkig, ze kende me niet. Dus in het begin zei ze ook van, je deed zo verwaand in het begin. Ik zag op zo'n en zeg, nou ja, dat viel toch reuze mee. Maar goed, uiteindelijk zag ze dat ik hier mijn dingen deed. En gaandeweg, in het begin vond ze het moeilijk, omdat je bent met veel in contact met mensen. Ook vrouwen, weet je, dus ze heeft eventjes een knop op moeten omzetten, want ik maak met iedereen een babbeltje, dus het is niet allemaal gelinkt aan gelijk iets anders,
Dus daar moesten we wel eventjes overheen. Maar inmiddels weet ze hoe ik met mensen omga en dat ik met iedereen een babbeltje maak. Zowel man, vrouw, kind, jong. En dat er niet achter alles wat iets schuilt. We mogen niet weten hoe ze heet. Jawel, Rosanna. Oh, Rosanna. Rosanna. Als het woord straks ezel. Ja, maar ze vindt haar achternaam mooier. Serieus? Dus chocolaat. Hé, chocolaat? Ja. Dus ze heeft gezegd, ik ga trouwen, maar ik hou mijn eigen naam. Hebben jullie kinderen? Nee. Nog niet. Maar hoeveel zou jij willen? Hoi. Hebben jullie al gepland hoeveel jullie willen? Nou ja, ze heeft het zo even laten vallen tussen neus en lippen door. Want ik heb al 2 van een vorige relatie. Oh ja. Maar ze willen 1, 2, misschien 3. Dus ik weet niet. Dus laten we hopen dat het 1 is. Zeg je wanneer ben je voor het laatst naar Suriname? Wanneer was ik daar? Volgens mij ben ik voor het laatst in Suriname geweest met de opnames van Tuintje in mijn hart. Ja. En hoe vond je het na zoveel jaren? Geweldig. Ik kwam er wel regelmatig en mijn moeder ging altijd overwinteren daar. Maar helaas is mijn moeder 2 jaar geleden overleden. Oh jee, nog een kort. Dus ja, dank je. Dus eigenlijk mijn fierie om daar te gaan is wat minder geworden. Mijn oma is gegaan, mijn tante. Dus eigenlijk de klik, de schakel, weet je, of het baken is weggevallen. Dus om daar te gaan is nu puur voor haar en haar familie. Maar ik heb nog een zus wonen. Oké, laatste vraag. Ja. Kom je terug naar Suriname? Uiteindelijk wel, maar kijk, weet je, uiteindelijk gaan we hard werken. Straks in een lekker huis te zitten en in Suriname gewoon te genieten daarvan. Ik ga niet naar Suriname te werken, ik ga naar Suriname om te leven. Ja. Om te leven. Probeer nu al te sparen. Mm-hmm. Je spaart elke maand zet je wat aan de kant. Ja. Dan koop je gewoon een stuk perceel. Mm-hmm. Ver van de stad. Klopt, ja. Verder kan je daar rustig leven. Ja. Daar geloof me, je gaat genieten van de natuur. Het verschilt hier met hier. Daar is het gewoon een heel jaar door zon. In Afwachta zomer. Maar dat is misschien een tip die ik ga opvoeren. Nee, ik ga je een geschenk geven. Oh mijn god. Hey looking, dan ga je direct denken, je gaat steeds weer denken aan Suriname. Wow. Hey, op die tas hier staat Suriname Tapa Bankstel. Dat is een Surinaams product. Mm-hmm. Dus je Angatas, zolang je aan Suriname wil denken, je Lukatas, je Weratas. Mooi. In die tas heb ik een presentje. Mikael. En dat is een trui van Telus, wow. Hoofdsponsor. Kijk dan. Ja. Nice. Kijk, dit mag je weer in die tas zetten. Hoofdsponsor Telus hier, dank u wel. Waar is een... Nee! Kijk wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Zeg maar. Nee. Wat we nu gaan doen... Ja. Hoi, Gino. Is goed met jou? Hoi. Ja, die gezien, man. Hij zit nog op naam, hè. Ik ben nog in de kamer. Ik heb jou nog wel gezien. Klopt, maar we zijn op camera, hè. Camera. We zijn kijk, 3 camera's die naar je kijken. Ik vind het ook wel leuk, joh. Dat is waar. Dat is waar. Ik moet nog altijd naar jou ook kijken. Dat is waar. Goed je te zien. Oké. Heel goed je te zien. Wat we nu gaan doen. Nee, Emmy. Je mag even teruglopen. Dan wil ik Debbie hebben. Want we hebben jarige. Hij is morgen jarig. Ja, man. En we gaan het even naar voren roepen. We gaan hem even naar voren roepen. Ik ga door. Ja. Jarige, San. Kom hier zitten, joh. Kom hier zitten. Kom zitten. Kijk, haal die headphone weg. Haal alles weg. Haal die headphone weg. Haal het weg. Pennen. Ga mooi zitten. Kom zitten. Ga zitten. Stap op aanstel. We gaan voor je zingen, joh. Yes. Je verdient het. Je werkt heel hard. En ik heb de juiste man gevonden om voor je te zingen. Het is niet erg. Camera daar, camera hier. Deze jongeman wordt jarig morgen. Dus we gaan het vieren, we gaan het alvast vieren. Dit is Oroyari. Mm. En dan gaan we voor hem zingen. Je doet wat Suriname. Gaan we zingen? Ja, zeg maar. Wat gaan we zingen? Nou, aan mijn billen. Gewoon een zeker zingen. Oké. 3, 2, 1. Maar nee, zeg maar. Dennis Dance. Ja, Dennis Dance. Dennis Tapayari Pipure. Kogo mik prisiri da so ade. Dennis Tapayari Pipure. Kogo mik prisiri da so ade. Dennis Tapayari Pipure. Kogo mik prisiri da so ade. Pip. Hooray! What is that mess?
Wat is dat mes? Wat is dat mes? Pastel, gefeliciteerd! We gaan afsluiten. En je mag dat eten brengen. Want dan gaan we eten. Aye. En dan gaan we door feest vieren. Kijk dan. Dank u wel. En het is die heerlijke bami. Ja. Heerlijke bami. Ja. Oké, Sergio, ja. Jij mag alvast happen. Ja. Dan ga ik afsluiten. Oké. Oké, dat was het weer voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Sergio Ezel. Je hebt gehoord waar hij is begonnen en waar hij nu is. Die man heeft trouwplannen. Voor het eerst verteld, dus wij hier alleen hebben het gehoord. Volgend jaar trouwt hij zeker in Suriname, nergens anders. Hij gaat nu alvast sparen. Mm-hmm. Is dat weer toch? Dan trouwt hij ergens daar op Republiek Para. Ja, je dan OCT. Ja? OCT, zeker. Begin nu te sparen. Mm-hmm. En hij kwam ook terug naar Suriname. Nee, hoor. Sowieso. Zo'n Surinamer moeten we waarderen. Hij is bekend hier in Nederland, maar die man blijft en is een Surinamer. Je hebt het gemerkt hoe populair die man is. Is weer zo'n Kenny B. Is dat niet toch? Gewoon tussendoor. Onze regisseur is helemaal boos geworden, maar hij is morgen jarig. Dus hij kan niet lang boos blijven. We gaan het afsluiten. Yes, in die camera bij Dennis. Gaan we die tata er aan doen. Oh, oké. Okay. Ja, het smaakt goed, hè? Want je staat hier, Chaco. Ik kan toch niet gegeten. Neem nog hap. Hap. Kijk nou, we gaan het daar afsluiten. Tata er aan doen. Yes. Drie. Je weet hoe die tataranta. Is dat tempo ook? Juist. Zo sluiten we het af. Dit is raar. 3, 2, 1. Daar. Tataranta. Tata. Ten. Bang. Ten. Dankjewel. Oké, daar hou even champagne schenken. Hey, schiet dan in! Ja!